Beste mensen, dit keer geen brief of e-mail of wat dan ook, maar een live bericht. De afgelopen maanden hebben wij elkaar weinig kunnen zien, dus dit is gewoon even een herinnering. Zo zie ik er op dit moment uit. Ik voel me goed. Ik hoop dat het bij jullie ook het geval is. Ik ga niet terugblikken op 2020, dat het een somber jaar is en dat mensen ons ontvallen zijn of wat dan ook even. Het is ons overkomen. Wat ik alleen wil uitspreken is, en de hoop ook, dat wij elkaar in 2021 gewoon weer mogen ontmoeten bij elkaar. Elkaar de hand mogen geven, knuffelen over alles wat van toepassing is op dat moment. Dat we elkaar ook weer feestjes weer mogen zien. Dat ook weer het bekende bezoek aan bekende etablissementen met een hapje en een sapje, zoals ik dat noem, zal iets zuiniger moeten zijn in verband met de suiker. Maar voor de rest gaan we gewoon hopelijk ook in 2021 door. Zoals we dat in 2019 en daarvoor hebben gedaan. Ook dat plannen om op reis te gaan misschien weer uit de kast kunnen komen. Zeker ook een bezoek aan Portugal waar Eddie woont, mijn oudste zoon. Maar ook gewoon weer in de trein kunnen stappen, naar vergaderingen kunnen gaan. Gewoon de dingen kunnen doen zonder dat je eigenlijk het gevoel hebt van, ja, moet ik een mondkapje op, moet ik oppassen. Zoals ook onze winkel van de Kiwanis Reden in Dieren. Dat was een mooi item toch om je week mee te vullen, samen met andere vrijwilligers. En het bracht ook nog de nodige centen op om leuke dingen mee te kunnen doen. Kortom, wat zich zag het zo door de activiteiten heen. Natuurlijk kijk ik toch een beetje terug naar mensen die helaas ook in 2020 zijn ontvallen. Goede mensen die veel te vroeg het aardse hebben verlaten. Het geeft je met beide benen toch weer even op de grond. Waar sta je, waar ben je? Beste mensen, nogmaals, hopelijk zien we elkaar even. In ieder geval dank voor de samenwerking via Zoom, Teams of wat dan ook even, of gewoon op andere wijze. Ik hoop dat we elkaar weer in 2021, het zal maart zijn, elkaar weer gaan treffen, gaan zien ook even. Ik wens jullie in ieder geval hele fijne feestdagen toe, een mooie jaarwisseling en vooral een gezond 2021 voor u en de uren.